zien hier op Varkenoord een wedstrijd tussen Feyenoord onder 11 en de Feyenoord Masterclass. Wat is dat voor wedstrijd? Nou, de Feyenoord Masterclass is een, eigenlijk een bijeenkomst van alle uitblinkers van de maatschappelijke projecten van Feyenoord. Dus de jongens die tijdens de maatschappelijke activiteit van Feyenoord hebben laten zien dat ze goed kunnen voetballen, maar vooral ook sociaal vaardig zijn. De activiteiten zijn vooral toegespitst op normen en waarden, hanteren van de juiste normen en waarden, respect. En door middel van voetbal willen we de jongens bepaalde sociale vaardigheden aanleren. En ze hebben laten zien dat ze goed kunnen voetballen en sociaal erg vaardig zijn. En daarvoor willen we ze belonen. En nu spelen ze een mooie wedstrijd. De Feyenoord Masterclass tegen de onder 11 van de Academy. En dat is hun beloning geweest. Kun je dan een voorbeeld geven van een jongen die zich dan zo positief ontwikkeld heeft dat hij hier vandaag mag spelen? Ja, eigenlijk allemaal, want daarvoor zijn ze geselecteerd. Maar met name Sefa. En ik wil de andere jongens daarmee niet tekort doen, maar Sefa is een voorbeeld die meedoet tijdens de Feyenoord schoolweek. Tijdens de Feyenoord wijktrainingen, waar het samenwerken heel erg belangrijk is. Is een van de betere voetballers, maar betrekt de jongens voornamelijk bij de wijktrainingen die wat minder voetballend waren. Die betrok hij erbij in het positief coachen, het samenwerken. Daarnaast deelt hij ook mee aan de Feyenoord Street League, waar hij een voorbeeld is. Dus vandaar dat hij een van de uitblinkers is samen met deze andere jongens van de Feyenoord Masterclass. En hoe hebben deze jongens, jouw jongens dan misschien wel van de Masterclass toegeleefd naar dit duel? Dat ze tegen een Feyenoord team mogen spelen? Ja, enorm, enorm. Bij de trainingen was het nog heel erg ontspannen. Maar in aanloop naar deze wedstrijd in de kleedkamer, ik heb ze nog nooit zo stil gezien. Ze waren, zoals ze dat zeggen, met gezonde spanning hier naartoe gekomen. De kopjes die stonden een beetje strak, maar eenmaal op het veld, want ze zijn natuurlijk allemaal voetballen. Werd het wat meer ontspannen. We hebben ze natuurlijk ook wat ontspannen gemaakt door te zeggen dat ze gewoon moeten genieten van dit moment. En van deze trainingen en vooral van deze wedstrijd. En tot nu toe pakken ze dat heel erg goed op.